Hallo mensen, Krijn hier. En gelukkig nieuwjaar gewenst. Het is alweer 2022. Om het nog extra te vieren, lijkt me leuk om nog wat kaarten te openen van de Celebration Set. Pika Pikachu. Laten we gewoon beginnen met de unboxing. Yep. We beginnen met de promo cards. Een mooie Pikachu V. En wat is nou een dikke Pikachu opening zonder een dikke Pikachu kaart? Nou jongens, deze twee kaarten hebben we gewoon al binnen. Maar jongens, waar we echt voor gekomen zijn is natuurlijk de dikke Pikachu. Wauw, dit is wel echt een hele mooie kwaliteit. Het beeldje. Deze gaat echt direct in mijn vitrine. Hey, dikke jongen, jij mag erbij zijn bij de video. Ze mogen ons allemaal komen vergezellen, joh. We gaan eens kijken wat voor packs we allemaal hebben. Chilling Rain, Pivot Volt en een Darkness Ablaze pack. Wow! Ik word overspoeld met Celebration packs. Dit zijn gewoon 8 pakjes. We gaan gewoon voor die Charizard. Die gaan altijd zo makkelijk open, hè. Fighting Type Energy. Oh, wacht. Palkie, hè. Huh, oh, oh. Oh, mijn god! Nee, dit meen je niet! Holy shit! We beginnen gewoon gelijk met de gouden Mew kaart. Dit is onze eerste pack en we hebben gewoon al gelijk een gouden Mew te pakken. Ik heb even een slokje water nodig. Codekaart. Cosmo. Gomsok. Oh, we hebben een dikke Pikachu te pakken. Surfing Pikachu VMAX. Hier zit nog een kaart achter, dus 3, 2, 1. Churnius. Pakje nummer 3. Codekaart. Kyogre. Woe. Het is event al. Solgaleo. 1. Oh, we hebben Rocket Zapdos. We hebben onze eerste secret ook al te pakken. Palkia. Dag, Churnius. Kyogre. Zacian V. Dat is ook een pool, jongens. Er is een kans op nog een hele vette kaart. Groudon. Let's continue. Ik ben op zoek naar de Charizard kaart. En buiten dat zoek ik ook nog naar Mega Rayquaza, Churnius en ook nog naar Tapu Lele. Als ik die kaarten heb, heb ik gewoon elke kaart van deze set. De code. Palkia. Oeh, daar is Mew. Ik vind het ook een hele vette kaart. Hebben we een secret deze pack? We zullen het zien in 3, 2, 1. Oeh, Churnius. Nog 3 packs te gaan. Ik ben benieuwd. Kyogre, de zwemmende walvis, die ook met een trainer aan het zwemmen is. Maar jongens, we gaan nu niet zwemmen, maar we gaan poelen. Dialga. Oh, het is Pikachu. 3, 2, 1. Oeh, yes jongens, we hebben gewoon de Dark Gyarados. Als ik echt mijn all-time favoriete Pokémon moet opnoemen, dan is dat gewoon Gyarados. Het gaat echt goed jongens. Let's go. We hebben Reshiram. Het huilende wolkje. Oeh, yes, het is gewoon... Dikke Pikachu. Dit past echt perfect bij elkaar. Oké, jongens, als hier onder een pool zit, dan ga ik die squishjes helemaal kapot maken. 3, 2, 1. Weer een secret, het is gewoon Donphan. Deze squishjes worden helemaal gesquished, omdat de pools gewoon niet ophouden. Het laatste Celebrations pakje. Ik ben benieuwd. Een Dialga. Ah, het is Xerneas. We hebben Dialga. Nog een Pikachu. Dit is gewoon al de 6e Pikachu van de video. Zullen we gewoon ervoor gaan? Bam! Het is een Zekrom. Die heb ik al vaak zat gepoeld. Oké, jongens, we gaan nu verder met de Darkness Ablaze pack. Deze gaat ook echt open als boter, jongens. De codekaart. Jullie krijgen de codekaart gewoon 2 keer van mij. Fighting type energy. Ja, ja, ik heb hem nog gewoon goed geraden ook. We hebben de Carnivine. Big Parasol. Pierce. Dan hebben we Ducklet. Maritmeep. De krabjongen. Parrot. Goffita. Nou, we hebben hier Skarmory. De Pokémon. Breeders. Nurturing. 3, 2, 1. Het is Grimmsnarl V. Ik ben dus ook bezig met Darkness Ablaze te verzamelen. En deze kaart heb ik nog niet. Oké, jongens, we hebben de Vivid Voltage pack met de Celebi erop. Oh, wat? Deze pack gaat wel heel makkelijk open. Electric Energy. Ah, het is Psychic. De Galarian Stunfisk. Ik wil echt niet op jou staan. Execute. Shuckle. Woobat. Beldum. Oh mijn god. Metagross is een van mijn favoriete Pokémon, jongens. Beldum, jij bent echt een schatje. Oh, wat leuk. Blitzel. Laten we gewoon doorgaan. Wat? Nog een Beldum. We hebben gewoon 2 Beldums in deze pack. Het is een Toucanon. Toucan, jij mag er wel zijn. Alright, het laatste pakje van Chilling Rain. De codekaart. Chuppet. De enige pool die ik van heel Chilling Rain heb gekregen is Calyrex. Gastly, lachende spookje. We hebben Avery, Flaffy, de Hatena, Rockruff, de hond die nog steeds in sneeuw aan het spelen is. De Ladyba. Oké, ik ga niet kijken, jongens. Ik ga gewoon niet kijken. Ik denk dat dit een pool is, jongens. Oké, daar gaan we dan. 3, 2, 1. Wow! Oh mijn god! We hebben gewoon de Shadow Rider Calyrex V, jongens. De full art. What the f***? En je hebt gewoon van die eekhoorntjes die gewoon leuk aan het meekijken zijn. Wat een vette Pokémon zeg. We hebben gewoon Calyrex V, Grimmsnarl, Donphan, Dark Gyarados, Rocket Zapdos en de Gouden Mew. Dit is echt insane. De dikke Pikachu brengt ons gewoon geluk. Oh man, ik ben hier echt heel erg blij mee. Oh jezus, wow, wat hoor ik nou weer? Het is toch niet... Nee, het is niet maandag 12 uur, de eerste dag van de maand.
Hè? Ik voel iets. Wat? Oh mijn god. We hebben gewoon een extra box. Dit is de Dark Sylveon V-Box. Nou, we beginnen met deze hele vette Dark Sylveon kaart. En we hebben de Jumbo kaart van Dark Sylveon V. Deze kaarten ga ik weggeven in mijn volgende video. Willen jullie meedoen aan deze giveaway? Het enige wat je hoeft te doen is liken, abonneren en reageer je favoriete Celebrations Pokémon om kans te maken. Laten we gewoon doorgaan met de rest van de video. Ook bij deze box, we beginnen met de Celebrations kaarten en daarna gaan we door met de andere packs. De codekaart, de Groudon, Ho-Oh, oeh, het is de Zacian V. 3, 2, 1. Alweer. In mijn vorige Celebrations video had ik ook twee keer een Mew EX gepakt en nu is het gewoon twee keer de Rocket Zapdos. Deze ga ik ook weggeven, jongens, samen met de Dark Sylveon. Code en Dialga, Zekrom. Het is gewoon al de derde Pikachu. Je kan nooit genoeg Pikachu's hebben. Hoppa. 3, 2, 1. Evental. Cosmog. Professor's Research. Ik vind het toch mooi blijven hoe die art uit de kaart gaat. Xerneas. Dit is alweer onze laatste Celebrations pack. We hebben in ieder geval al wel gewoon weer een Rocket Zapdos. Dat is al heel mooi. De Lugia. Zet de spannende muziek aan. Xerneas. Weer een Zacian V. Ook alweer de derde van deze video. Daar gaat hij, jongens. Wow! Dit is gewoon de Zekrom. Dit is echt de perfecte kaart om de Celebration Packs mee af te sluiten. We hebben nog twee packs te gaan. Laten we gewoon doorgaan met de Battlestyles pack. 1, 2, 3, 4. Ik denk dat het gewoon Psychic Energy is. Ah, het is een Steel type. Wow, een Single Strike Energy. Luxio. Durant. Oh, Durant. Wat is er aan de hand? Scatterbug. Het lijkt erop dat hij wel echt in een grote tornado zit. Cubone. Met een bot vast. Swordheart. En Shieldburst. Dit is Swordheart. Oké, jongens. De laatste kaart van deze pack. 3, 2, 1. Vallings. Zet de spannende muziek maar weer aan. Dit is de laatste pack van de video, jongens. Lunatone. Taravia. Pupitar. Marini. Torchic. Starly. Oh mijn god. We hebben gewoon Staravia en Starly. Dat is wel een leuke combo. Ariados. En gek genoeg is dit de kaart die ik nog niet heb van Darkness Ablaze. Zullen we er gewoon maar eventjes voor gaan? Ik voel hem wel. 3, 2, 1. Oeh, Heatran. Dit is ook een holokaart die ik gewoon nog niet heb van Darkness Ablaze. Ik overvloei gewoon echt van de pools. Ik zal je even mijn collectie laten zien. Nou, dit zijn dus de eerste twee bladzijden van de Celebration set. Dan gaan we wat verder. En dan zie je dat ik de base set gewoon compleet heb. Ik ben hier echt, echt heel blij mee. Als we dus nou een paar keer naar verder gaan, dan zie je alle secret kaarten die ik gewoon heb gepoeld uit deze set. Ik heb de meeste ook gewoon op camera gepoeld. De Shining Magikarp, dat is echt mijn favoriete. We beginnen het jaar gewoon weer goed. Ik zou zeggen, laten we gewoon doorgaan. Echt, erg bedankt voor alle support. Vond je het een leuke video? Like, abonneer, reageer. En vergeet niet om je favoriete Celebrations Pokémon te commenten. Om kans te maken op de Dark Sylveon en de Rocket Zapdos kaart. En dan zie ik jullie de volgende keer. Oh mijn god, hij is gewoon aan het opnemen.